werd geboren in de Jodenhouttuinen. Het was ontzettend arm bij daar. Het was heel arm. En dan had je, nou, dat was de achterkant van de Jodenbreestraat. De Jodenbreestraat was vrolijk, gezellig. Een drukke winkelstraat. Een hele smalle. Met alle soorten winkels. Een chocoladewinkel. En een banketbakker. En een slager. En een schoenmaker. En alles wat er was, dat was in de Jodenbreestraat. En daarachter had je het Waterloopplein. Dat was weer een gezellig samenkomen van alle soorten mensen, waar dus ook de mensen van buiten de Jodenbuurt, veel niet-Joden dus, en daar mengde dat zich ook heel goed. Dat ging heel goed in Amsterdam. Laat ik er nog even bij zeggen dat in de stad, de meeste Joden gingen niet in de stad in. Die bleven in die buurt. En er was wel eens wat frictie, een probleem tussen Joden en niet-Joden. En dan werd meteen de schuld gegeven aan hun afkomst. En dan was het wel rot-Joden. Er is antisemitisme altijd wel geweest in Amsterdam. Maar er is een bekende uitdrukking van uit de oorlog van de Jordaners. Ze zullen met hun poten van onze rot-Joden afblijven. Ik vind het daarmee goed getypeerd. Het waren hun rotjoden. Toen de oorlog begon was ik 17. En het was op 10 mei 1940. En ik was een leerling van het Baleus Gymnasium. Mijn vader was een eenvoudige standwerker, marktkoopman. We waren toen al met z'n viertjes, vader, moeder, twee kinderen. En mijn vader moest sappelen om 15 gulden in de week te verdienen, geloof ik. En hij heeft desondanks toch nog kans gezien om mij naar Baleus te sturen. En dat is ook wel een beetje mijn levensbehoud geworden. Want toen het oorlog werd, toen hadden die mensen in de Jodenbuurt geen contact meer met de buitenwereld. Ze werden helemaal opgesloten. Ik kende daar het wereldje daarbuiten. Ik had ook een leraar die mij vertelde. Meneer Hazewinkel heette die man. En een geschiedenisleraar met een grote, lange baard. Die nam mij een keer apart en die zei, Elias, want ik heette Elias. De deftige school heette. Ik had dus een dubbel leven. Ik was Eli in de Jodenbuurt. En Elias op het gymnasium. Elias, waarom maak je niet dat je wegkomt hier? Je moet maken dat je wegkomt. Nog 10 huizen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En daar zat Eefje. Eenhoog op haar stoel bij het raam. Laatste venster voor het Baleus. Ze lachte, wuifde, stak haar tong uit, maakte een lange neus. Ik zwaaide zo dwaas mogelijk terug, ging mijn eigen schoolgebouw binnen en kon voor de rest van de dag de wereld weer aan. We zagen elkaar ook regelmatig op de Joodse Jongerenclub, waar we allebei lid van waren. Enerzijds vanwege het ideaal dat ons aansprak, het Zionisme. Anderzijds voor de gezelligheid, het contact met gelijkgezinden. Op de zaterdagavonden luisterden we naar ernstige referaten en voerden we heftige discussies, maar pingpongen deden we ook. En zingen en dansen. In het clubhuis en op het Amstelveld, het Leidseplein en voor het Koninklijk Paleis op de Dam dansten we dat de vonken uit de straatstenen spatten. Aan de vooravond van Eefjes 18e verjaardag, 6 oktober 1940, drukte ik in het plantsoen voor het eerst mijn lippen op de haren. Onstuimige weken volgden. Nog voor de winter beminden wij elkaar als man en vrouw. Theo was een hele goede jongen. Die was bij de februaristaking, had hij zich al onderscheiden door actie te voeren en handtekeningen in te zamelen. Dat was een grote lef van hem. En wij wandelden samen op. En die zegt tegen mij, heb je er wel eens aan gedacht om, hij keek heel bedacht om zich heen, om onder te duiken. Onder te duiken, zei hij nog een keer. Ik had het woord al een paar keer gehoord, maar ik wist nog nauwelijks wat het betekende. Want het was nog helemaal niet, het was nog geen usance in die tijd. En later werd het een usance, dat het, maar toen mocht je het weer helemaal niet meer gebruiken. Ik zei, nou ja, nee, een ja, eigenlijk, ja, het zou natuurlijk wel de enige oplossing zijn. Hij zei, nou, zal ik jou, ik kan je daarbij helpen. Ik kan wel zorgen dat jij
verdwijnt. Toen kwam ik thuis en ik zei tegen mijn vader, ik heb een jongen uit mijn klas ontmoet en wij kunnen onderduiken. Oh mijn god, zegt hij, nee, geen sprake van. Dat gebeurt niet. En ik zei, ja, maar het is de enige mogelijkheid, je moet het onder ogen zien wat er gaat gebeuren. Er wordt hier niet ondergedoken, zei mijn vader, absoluut niet. Dat moet jij, als iemand het weten moet, dan ben jij dat. Je werkt bij de Joodse Raad. En jouw bazen, meneer Assen en professor Cohen, die hebben een oekase geschreven. Hier heb je aan deze week in het Joodse blaadje. Ik zal het erbij pakken. Het was levensgevaarlijk om je niet te houden aan wat de vijand je opdroeg. En dingen te doen die de vijand had verboden. En mijn vader zei, hier staat het. Wil jij dan dat ik dan nu, jij mijn zoon die bij de Joodse Raad werkt, als traploper dan wel, maar toch, je werkt er toch. Wil jij dat ik dan nu met mijn gezin ga onderduiken? Nooit, zei je. En het werd steeds heter voor een jongen van mijn leeftijd. Ze werden dus opgeroepen voor de arbeidseinsatz. En in de brievenbus lag voor mij de oproep met te melden en weg te gaan naar Duitsland en nooit meer terug te keren. Stond er niet bij. Maar en in die tijd hadden de Duitsers met veel raffinement plekken gecreëerd waar mensen die ze wilden vluchten of zich nog veilig wilden voelen, waar ze zich veilig konden voelen. En dat was bijvoorbeeld zo'n gesticht, een Joods gesticht. Dat Joodse gesticht in Apeldoorn, het was een krankzinnige gesticht in Apeldoorn, dat in het begin van de vorige eeuw is daar is gebouwd. En eind april of begin mei ben ik naar het Apeldoornse Bos vertrokken, afscheid nemend van mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en van Eefje. En mijn vader en mijn moeder en mijn zusje heb ik nooit meer gezien. En zo kwam ik dus in dat Apeldoornse Bos terecht. Niet wetend dat en ook niet kunnen vermoeden en zeker niet kunnen geloven dat ook ooit op een bepaald moment in zijn geheel door de Duitsers zou worden gedeporteerd, weggevoerd naar Polen. Alle patiënten, 1500 man met personeel, alles in één grote goederenwagon naar Polen getransporteerd en daar ter plaatse door een gastunnel heen werd geleid. Ik was daar broeder Assen. En daar had ik de verantwoordelijkheid voor een groep patiënten. Ik werkte op de zwaarste afdeling en dat was een idiote tijd, letterlijk. Het was een krankzinnige tijd, letterlijk. Het was een tijd tussen de krankzinnigen. Een tijd die ik nooit zal vergeten. Ik heb daar ook eigenlijk heel veel van geleerd. Juist ook weer van de grens tussen gekte en niet-gekte. Terwijl er in de buitenwereld, die was nog gekker dan het gekkenhuis. Eventjes op mijn smeekbede bij mij gekomen, want ik had haar nodig. Ik verlangde naar haar. En toen hebben we een bandje voor haar kunnen versieren bij het Apeldoornse Bos als schoonmaakster werd ze toen. Maar ik stond voor de keuze, ik moet die mensen in de steek laten als ik ga vluchten. Dat zijn mijn patiënten, daar heb ik verantwoordelijkheid voor. Ik moet voor ze zorgen, maar wie moet voor ze zorgen als ze daar in Polen ergens in een tehuis worden ondergebracht? Dan moet ik zijn, en anders ben ik een deserteur. En ik heb nog mijn collega's, die zei dat ook, ja, we moeten voor de patiënten zorgen. En even zei, jullie hebben helemaal niet voor de patiënten te zorgen. Die worden allemaal afgemaakt. Ik ben aan de dood ontsnapt door te vluchten. De dag voordat zij het kwamen deporteren, gingen deporteren, te vluchten met mijn toenmalige vriendinnetje, later mijn vrouw, Eefje Croizet. Op vrijdagmiddag 24 oktober 2003 zitten Theo en ik bij mij thuis aan de borrel. Een weerzien na 61 jaar. Ik heb het nooit willen weten, het hem nooit durven zeggen. Had hij destijds werkelijk iets voor ons kunnen betekenen? Een jongen van nog geen 20, wie waren zijn contacten? Kende hij mensen uit het verzet? Jawel. Mijn vader, zegt Theo. Theo Hendra senior. Voorman in de februaristaking 1941... Theo junior werkte samen met zijn vader. Kreeg contact met de verzetsgroep van Gerrit van der Veen. Hielp onder meer bij de voorbereiding van de overval op het bevolkingsregister in Amsterdam. En bleef actief in het studentenverzet.
Als we toen op zijn aanbod ja hadden gezegd, dan zouden we, dan waren we misschien, misschien, ik durf de zin niet af te maken. Maar mijn ouders weken vol afschuw achteruit. Het mag niet, het kan niet, het gebeurt niet, bepaalde mijn vader na een heftige discussie. Ik huilde geluidloos. Huilde omdat ik het niet eens was met zijn onverbiddelijke nee. Of omdat ik niet kon verdragen dat hij misschien wel gelijk had. Of omdat ik inzag dat hij als mijn vader niet anders kon. Of omdat ik plotseling besefte, intuïtief aanvoelde, met machteloze zekerheid wist dat hiermee het lot van ons gezin was bezegeld.